Heel vaak wordt gezegd dat de gevangenneming van jongeren niet zo erg is. Het zou een opvoedkundige interventie zijn. Maar vanuit de wetenschap is het echter bekend dat de gezondheid hierdoor toch wel ernstige schade oploopt. En ook gevolgen heeft op lange termijn. Maar hoe valt dit te verklaren? Wel, iedereen wordt geboren met een pakje zenuwcellen. En als het leven goed gaat, vertakken deze zenuwcellen zich. Op hun beurt bepalen deze takjes onder andere onze intelligentie, ons gedrag. Kortom, ze zorgen ervoor dat we zijn wie we zijn. Iemand van 18 die kan een heleboel dingen die een kind van 11 nog niet kan. Zoals bijvoorbeeld over abstracte dingen nadenken. Relativeren. Filosoferen. Hersenen beschikken over een soort alarmcentrum dat moet zoeken of er gevaar is. Het heeft een belangrijke beschermende functie. Bij mensen die in traumatische omstandigheden geleefd hebben, heeft dit alarmcentrum zich op een abnormale manier ontwikkeld. Het heeft continu gevaar gezien en heeft dan ook voortdurend moeten werken. Het is hyperactief geworden en weet bijgevolg niet meer hoe te functioneren. In de bezette Palestijnse gebieden worden heel regelmatig kinderen opgepakt. Het gaat hier niet over een keer getransporteerd te worden, over een eenmalige klap krijgen. Nee, het is een opeenvolging van geweldervaringen. Deze jongeren begrijpen niet wat hun overkomt. Ze worden bang en zijn machteloos. Er is niemand om over hun rechten te waken. Eenmaal vrijgelaten weten ze niet meer wanneer het nog veilig is en wanneer niet. Wantrouwen en angst heersen overal. En omdat ouders hen niet hebben kunnen beschermen, is ook de levensnoodzakelijke familieband voorgoed beschadigd. De jongeren die dit hebben meegemaakt, lopen het risico om in hun leven een slachtoffersyndroom te ontwikkelen. Of het systeem te willen laten betalen op de manier waarop het hen heeft aangepakt. Jaarlijks zitten er ongeveer 700 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. 700 kinderen. 700 kinderen waarop het recht tot ontwikkeling ontnomen is. 700 verloren vredeskansen. Deze situatie moet veranderen. Kijk hoe jij hiervoor iets kan doen.